Yo dames en heren, ik ben Tobo en welkom bij mijn allereerste Q&A op dit kanaal. Ik ben Tobo en ja, ik ben best wel nieuwsgierig wat voor vragen jullie hebben. Ik heb er nu drie, ja eigenlijk vier vragen, maar drie soorten. Oké, laten we naar de eerste vraag gaan. Heb je meneer Mandje leren kennen? Hoe heb je Mandjes man leren kennen? Eigenlijk is zelf de vraag. Ze bedoelen deze meneer. Dit is een heel mooi mandje gemaakt door de firma Tichelaar. Werd gebruikt op tafel. Als versiering en fruitmandje. Veel te lang, moet korter. Mandje van Tichelaar, gemaakt in Makkum. Nog korter. Mandje van Tichelaar. Nee, nog korter. Kort. Mand! 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 Ja jongens, hij heet Ben Strik, hij heeft een antiek winkeltje in Deventer. In de herfstvakantie ben ik op vakantie geweest naar Overijssel. Ben ik met mijn ouders gaan winkelen in Deventer. Want tijdens schooltijd, ja, ga ik eigenlijk nooit winkelen. Weet je ook weer iets? Hey. Gewoon een beetje wandelen, slenteren. Kwam een busje langs. Vraag mij niet waarom. Ik kijk altijd wie erin zit. Een gek meneer of een gek mevrouw of een hele hip iemand. En toen zag ik een oud meneertje met wat grijs haar. En ik dacht van, goh, ik ken hem ergens van. Maar waarvan? Joh, het zal niks zijn. Toen ben ik met mijn moeder in de V&D gegaan. Failliet. Ja. En toen, een paar broeken gekeken welke mooi waren. En toen dacht ik, is dat nou de meneer van het mandje? Echt? Zou dat zijn? Oh, zei mijn moeder. Zullen we dan nog gewoon even gaan kijken naar het busje? Nou, zijn we teruggelopen. Busje, tuurlijk weg, ja. Vervoer, wielen, die horen te bewegen. En toen dacht ik, als het meneer Mandje zou zijn, dan zou het een antiek winkeltje hebben aan een winkelstraat. Logica. Toen zag ik een antiek winkeltje. Met een meneer voor de deur, een beetje voorover gebukt. En ik keek. Dat zou hem wel eens kunnen zijn. Dus ik vroeg, pardon meneer, mag ik u wat vragen? Tuurlijk, jonge man. En toen zei ik, bent u meneer van het mandje? En toen zei hij, ja, ik ben een meneer van het mandje. En in de ochtend vroegen ze het... een paar mensen het ook aan mij, of ik een meneer van het mandje was. Zou ik dan met u op de foto mogen? Nou, hij pakt een mandje, deed hem ondersteboven, arm in arm, gewoon lekker op de foto. Gewoon, puur toeval. Gewoon netjes dankjewel gezegd, een beetje rondgekeken in de antieke winkel. Gewoon niet te geloven. Je loopt langs, je winkelt, je slentert. En je gaat ineens op de foto met meneer Mandje. Nou, eigenlijk is het toeval. En wat in de vraag stond? Hoe heb je meneer Mandje leren kennen? Ik heb hem niet leren kennen. Ik ben hem tegengekomen. Dat is wat anders. Dus, ik heb hem niet leren kennen. Maar nu weten jullie het. Oké, jongens. We gaan naar de volgende reactie. Gaat er nog iets gebeuren met de server? Nou, Niels. Voorlopig niet. Je kan geld doneren. Link staat in de beschrijving. Als je doneert, komt die online. Hey, dan weet je dat als je vandaag doneert, is die vandaag online. Oké, laatste reactie. Met 8 vragen. Zo, van de sterren van Den Engel.
Laten we gewoon 1 voor 1. Heb je ooit een vriendin gehad? Nee, sorry. Ik heb geen vriend. Vriendin. Wel vrienden, maar geen vriendinnen. Broertjes, zusjes. Nee, ik ben uniek alleen. En aan de andere kant, ik zou het wel leuk hebben gevonden om een broertje of een zusje te hebben. Maar als je alleen bent, dan hebben ouders wel veel meer aandacht voor je. En je kan meer vragen. Voor, ik noem maar wat, kerst. Ja. Hoe oud ben je? 15. Gewoon 15 jaar. Wanneer ben je jarig? In de zomer. Ik zeg niet exact de datum, ja. Heb je een crush op iemand? Nee, tot nu toe niet. Hoeveel abonnees is je grote droom? Poeh. Hoeveel abonnees zou mijn grote droom zijn? Eigenlijk gewoon zoveel mogelijk, want ik doe YouTube omdat ik het leuk vind. Maar ik denk toch dat het super tof zou zijn als ik ooit de 10.000 zou halen. Dat ik gewoon... Ja, gewoon 10.000, weet je. Ik vind dat gewoon een mooi getal. Nou, abonneer, jongens. Hey. Wat wil je laten worden? Nou, ik wil iets worden wat... Bijna niemand... Nou, bijna niemand. Een paar mensen. Weinig mensen. Ik wil later graag astronomie gaan doen. Oftewel, sterrenkundige. Ik wil bij de... ESA gaan werken bij de European Space Agency. Dat is met ruimtevaart. Dan wil ik graag planeten bestuderen of meteorieten. Op zoek gaan naar aliens. Dat wil ik graag laten worden. Ja, wat is je levensdoel? Mijn levensdoel is eigenlijk toch wel... gewoon gelukkig leven... Een redelijk mooi huis hebben, vrijstaand. Gewoon lekker op vakantie gaan een paar keer. Ja. Nog wel genoeg geld verdienen dat je leuke dingen kan doen. En er is maar één manier hoe je dat kan doen. En dat is helaas niet zo fijn. Je best doen op school. Hoe lang ben ik? Yo! Ik heb geen idee hoe lang ik ben. Laatste keer, dat is al 1,5 jaar geleden, was ik 1 meter 71. Ik denk dat ik nu 1 meter 74 ben. Ik durf het niet te zeggen. In ieder geval 1 meter 70. Nou jongens, dat waren de vragen. Ik had wel eerlijk gezegd wat meer vragen verwacht. Maar goed, vond je het nou leuk? Beland deze video dan met een duimpje omhoog. Heb je nou toch nog wat extra vragen? Laat het gewoon in de reacties achter. En dan typ ik je antwoord wel terug. Abonneer is welkom. Dan mis je geen één video. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later! Everything changes.